Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname en Trinidad bespreken potentiële energiesamenwerking. Ministerie van Justitie en Politie blaast project Buurtmanagement nieuw leven in. Officiële overhandiging certificaat van plaatsing Paramaribo op werelderfgoedlijst. En president Santokki neemt praktijk lokalen H.J. de Vries in gebruik. Er zal serieus gekeken moeten worden hoe de samenwerking tussen Suriname en Trinidad en Tobago in verschillende sectoren geïntensiveerd kan worden. Zo reageert Stuart Jong, de Trinidadiaanse minister van Energie en Energieindustrieën, na een ontmoeting met president Chandrika Prasad Santokki op dinsdag 28 juni 2022. De Trinidadiaanse regeringsfunctionaris heeft na het Doing Business seminar in Hotel Ramada een breedvoerige deliberatie gehad met het Surinaamse staatshoofd. De potentiële energiesamenwerking op het gebied van olie en gas stond hoog op de agenda van deze besprekingen. The nature of the conversation was to thank His Excellency, the President and Minister Ramdin for their opening and welcoming of Trinidad and Tobago into Suriname, but also to discuss the collaboration between our countries, both at a bilateral level, but also at a regional level as we go into the Heads of CARICOM meeting here, in the next week, and also to see how we can build and strengthen the relationship between Trinidad and Tobago and Suriname on a number of different fronts, including the oil and gas front. The value of this summit for the region is a strong messaging that has come out from the leadership, from the President of Suriname, the President of Guyana, from others who are involved, from myself this morning, sending a very strong signal that we intend to collaborate with our hydrocarbon resources and we intend to work together very closely to make sure we get the best for our people as we work together with those resources. Het was eigenlijk een eerste ontmoeting van de president met Trinidad en Tobago, met de minister van Energie, om te praten over de samenwerking, de bilaterale samenwerking in het algemeen. We hebben ook een delegatie van Trinidad en Tobago Manufacturing Association. En dus dat gaat meer over een aantal andere sectoren. Maar hier ging het specifiek over natuurlijk energie. En de samenwerking met staatsolie, maar ook onze gas- en olie-exploitatie en de toekomst van gas en olie in de wereld en hoe wij daarop kunnen inspelen. Zoals u weet heeft Trinidad enorm veel ervaring en expertise opgedaan over de afgelopen 30, 40 jaar. Zelfs langer dan dat. En zij zijn heel betrokken bij de gas-exploitatie, gasleverantie uit verschillende landen. Wij kunnen daarvan leren, wij kunnen profiteren, maar meer nog, we kunnen samenwerken met Trinidad en Tobago. En dat is precies wat dit gesprek waar het om ging. We hopen deze gesprekken volgende week, wanneer de premier van Trinidad hier zal zijn voor de CARICOM-meeting, om daarop voor te borduren. Het landelijk project Buurtmanagement is nieuw leven ingeblazen. Op woensdag 29 juni 2022 heeft op Sunny Point in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de officiële herlancering van dit project plaatsgevonden. Het is de bedoeling om landelijk in de verschillende buurten een buurtmanager te plaatsen. Buurtmanagement richt zich op het sociaal contact met buurtbewoners, criminaliteitspreventie en veiligheid van de buurt. Eigenlijk is dit een oud concept, toch? Omdat het niet de eerste keer is dat we buurtmanagement hebben in Suriname. In het jaar, volgens mij 2005, 2006, in ieder geval 2010, hadden we al buurtmanagers. Maar het is een beetje doodgebloed. En we weten dat het een concept is dat werkt. Vandaar ook dat we het weer hebben geïntroduceerd. Het past goed binnen mijn beleid inderdaad, omdat criminaliteit
Het is niet alleen een aangelegenheid van de overheid, van het ministerie van Justitie en Politie, van het Korps Politie Suriname. Nee, veiligheid moeten we samenbrengen. We hebben de samenleving nodig, we hebben informatie uit de samenleving nodig. We moeten weten wat we voor de gemeenschap moeten doen. Vandaar dat het veiligheid, de verantwoordelijkheid van veiligheid niet alleen een aangelegenheid is van de overheid. Als basis moet ik u zeggen, het is die normale politieman, toch met dezelfde behoeftigheden. Alleen zeggen wij, we koppelen die sociale kant eraan. Sociale misdaadpreventie, want dat moet men niet uit het oog verliezen dat we bezig zijn met misdaad en preventie. Maar bij buurtmanagement, omdat we hebben gezien dat de politie het niet alleen kan, hebben we gezegd, we betrekken de buurtbewoners erbij. Nou, dat zou je me kunnen zeggen, maar zijn de buurtbewoners er niet bij betrokken? Ja, maar de normale politieman, de bureauambtenaren, die houden zich meer bezig met aangifte die binnenkomen, onderzoeken van strafzaken. Daar wordt het accent opgelegd. Maar bij buurtmanagement gaan we naar de preventieve kant. Toch, de buurtmanager kijkt samen met de buurtmanager, wat zijn de problemen, hoe ontstaan de problemen. En samen met de buurtbewoners kijken we hoe we er een oplossing aan kunnen koppelen. Dus dan zeggen we dat we, ik zei het al, die sociale kant, dus vooral die preventieve kant. En dan kijken we van, dit probleem hebben we in de buurt, waar moeten we ermee? Oh, we moeten sociale zaken inschakelen, dan komen sociale zaken, dit moet naar OW. Wat maakt de buurt onveilig? Wat maakt de buurt onleefbaar? Dus dat is wat de buurtmanager samen met de buurtbewoners doen. Ze kijken ernaar en ze proberen de buurt dan leefbaar en veilig te maken. Er was, er is financiering aangeboden door de Caribbean Development Bank. Het project, het was eigenlijk aan een paar jaar terug al begonnen, maar de toenmalige regering heeft het niet kunnen afronden. En er is een verlenging gekomen vanuit de Caribbean Development Bank dat ze dit project willen financieren en we gaan door met ze. Ik moet aangeven dat dit project, Community Policing, eigenlijk een project is uit het herstelplan. Toch, de regering heeft een herstelplan opgesteld en dit project is onderdeel daarvan. Investeren in het beroepsonderwijs is een van de beslissingen die de regering neemt om de toekomst van Suriname te garanderen. Dat zei president Chandrika Persat Santokhi op woensdag 29 juni 2022 bij de ingebruikname van praktijklokalen op de LBO H.J. de Vries te Von Vrijburg in het district Saramaka. Zowel president Santokhi als onderwijsminister Marie Levens wees erop dat de regering zwaar investeert in het onderwijs, vooral tegen de achtergrond van de opkomende olie- en gasindustrie. De gebruikname van de vier lokalen is heel belangrijk, omdat de kinderen alleen maar het theoriegedeelte, maar nu kunnen ze ook zien hoe het toegaat in de praktijk. En dat is heel belangrijk voor de leerlingen, dat ze het weten. Ik ben al 4 jaar hier op die school en dan hoorde ik ze altijd praten over de praktijkscholen. En natuurlijk voor de leerkracht is het belangrijk dat je de kinderen niet ook kan uitleggen, praktijk, in de praktijk kan wijzen hoe het aan toe gaat. Want alleen maar theorie, daar baal je ook van. Nou, ik vind het heel goed voor de leerlingen, zodat ze iets worden en heel goed gebruik gaan maken. Zo, meisjes mogen ook voor deze mooie richting kiezen. We hebben wel veel meisjes op school die voor WTB Electro zijn gegaan. Dus ik zou ze zeggen van, er kunnen nog meer meisjes voor deze mooie richting gaan kiezen. In die beroepsgerichte opleiding vanaf hier, LBO, kan je dokter worden. Kan je professor worden, kan je ingenieur worden, kan je master krijgen, kan je bachelor krijgen. Dat is de nieuwe opleidingsrichting. En dat moet nu een keertje gaan veranderen.
Dat alles wat te maken heeft met technische opleidingen, met beroepsgerichte opleidingen, een mindere en een lagere status hebben. Dat is niet zo. Dat is niet zo. En we moeten dat stimuleren. Als we die toekomstige ontwikkeling als land in eigen beheer willen doen. Want wat zegt onze grondwet? De natuurlijke hulpbronnen van het land komen toe aan de natie Suriname. Maar staat er? Maar hoe ga je dat implementeren? We hebben toch net 100 jaar bauxietindustrie gehad. Suralco is toch weg. Alcoa is toch weg. En we hebben daar in West-Suriname tonnen bauxiet nog. Waar is ons deskundig kader om dat te exploiteren? Er is niet. We hebben niet geïnvesteerd. Maar als we afgelopen 70 jaar begonnen waren om onze universiteit daarop af te stemmen, want dat is het doel van onderwijs. Het doel van onderwijs is niks anders om te zorgen dat de toekomstige ontwikkelingen, de toekomstige doelen gerealiseerd worden. Het is vandaag woensdag 29 juni 2022, precies 20 jaar geleden, dat de binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO is geplaatst. In dit kader heeft op de eerder genoemde dag de officiële overhandiging van het bijbehorende certificaat van inscriptie plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid nam directeur Rita Chingfu van het Nationaal Archief Suriname het document uit handen van Stefan Fouquet, directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, in ontvangst. Om op de werelderfgoedlijst te blijven, is het van belang dat de monumentale gebouwen goed bewaard blijven. Het is een overhandiging van het officiële certificaat van de plaatsing van onze oude binnenstad op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. En dat certificaat was bijkans 19 jaar onder ons beheer. Het certificaat is in 2003, toen de directeur-generaal van de UNESCO op bezoek was in Paramaribo, overhandigd aan de Surinaamse autoriteiten. De plaatsing zelf was in 2002. Dus ongeveer na een jaar is dat certificaat overhandigd. En wij vinden dat het certificaat is niet van ons. Het behoort toe aan het volk. Het is een archiefstuk geworden. En de beste plaats is dat het hier bij het Nationaal Archief. En wat vindt u zelfs daarvan? Van de plaatsing? Of van de overhandiging. Overhandiging. Nou, het is een mooi moment. Ter herdenking van 20 jaar werelderfgoedstatus van Paramaribo. Het is een mooi moment. Voor mij persoonlijk ook, omdat we vanaf 1997 betrokken zijn geweest bij de voorbereiding voor de plaatsing van de oude binnenstad op de werelderfgoedlijst. Dus het is een heel mooi moment. Is er nog iets dat u zou willen meedelen? Nou, we hopen dat in ieder geval de komende 20 jaar dat die binnenstad er beter uit zal zien. Als je niet door die binnenstad loopt, je moet lopen door de binnenstad, niet rijden, dan zie je met welke problemen de binnenstad te maken heeft. En vooral het verval van vele monumentale panden, met name van de overheid, jammer genoeg. Nou, de reden tot de overhandiging, als archiefinstelling beheren we dus waardevolle documenten van de overheid van het land Suriname. En meneer Stephen Fouquet, directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, heeft mij al enkele maanden geleden benaderd om het belangrijk document waarop staat dat de historische binnenstad op de werelderfgoedlijst staat van de UNESCO hier te laten berusten, te overhandigen. Ik heb toen meteen gezegd, ja, dat willen we wel doen. Want zo'n belangrijk document waarin staat dat de historische binnenstad
op de werelderfgoedlijst staat, moet toch wel goed bewaard worden. Hij heeft niet de juiste bewaarconditie in zijn gebouw. En ik heb toen aangegeven, ja, we willen bewaren. Maar als archiefinstelling bewaren we het niet slechts, we willen ook iets ermee doen. Want uiteindelijk moet het publiek, de jongeren en iedereen ook op de hoogte zijn van wat er allemaal in de historische binnenstad zal gebeuren, of nu al gebeurt. Dus vandaar dus dat we hebben geaccepteerd. En tijdens onze exposities, educatieve activiteiten, zullen we dit document ook laten zien als bewijs dat Suriname echt wel uniek is als het gaat om behoud van het gebouwd erfgoed. We zijn wel uniek, maar ik moet wel een kritische kanttekening plaatsen. Het staat op de werelderfgoedlijst, onze historische binnenstad, maar als het gaat om onderhoud, behoud, moet er nog heel veel meer gebeuren. Je ziet hoe de historische gebouwen erbij staan. Er moet daarin geïnvesteerd worden. Dit was Focus. Wij danken u voor uw aandacht. Goedenavond.